Ik ben Guus, ik ben 12 jaar en ik zat op de regenboogschool. Ik ben Maud, ik zat vorig jaar op het Baak in Werkendam en ik ben 12 jaar oud. Ik ben Marlin, ik ben 12 jaar en ik zat op de Morgenster. Ik ben Isa, ik ben 12 jaar en ik zat op het Baak. Hoi, welkom bij een gloednieuwe vlog. In deze vlog gaan we leerlingen van de Schans interviewen. Van klas 1, 2 en 4. Veel kijkplezier. Hoe vonden jullie de afgelopen 4 jaar? Nou, het was wel erg leuk, moet ik zeggen. We hebben ook wel veel gedaan. Dus dat is wel leuk. Nou, het was heel spannend. Vooral ook met de eerste keer op school, weet je wel. Ik kon er wel wat dingen beter. Iets meer leren. Dat heb ik niet de eerste jaar gedaan. Dat moet je wel doen. Doe juist werk. Anders kom je in de problemen. Ik zou zeggen, blijf de eerste week helemaal koest en ga dan lekker lol maken. Wat vinden jullie van de Schans? Ik leuk. Vind het heel leuk, school. Ja. Ja, dat het ook zo klein is. Want ja, het is wel lekker. Ja, je kent iedereen, zeg maar. Je kent alle leerlingen. Alle docenten zijn ook heel aardig. Ja, ik vind het een leuke school. Ja, er is veel te doen. En ze behandelen ook dyslexie. Maar ik vind het zeker wel een aanrader. Echt leuk, je leert ook veel. En koken en zo. Ja. En het is lekker dichtbij. Ja. Hebben jullie veel huiswerk? Valt wel mee. Ja. Wat is jullie lievelingsvak? Ik vind natuur en scheikunde, dus NASC vind ik erg leuk vak. In ieder geval wel interessant. En biologie vind ik wel leuk. Ik vind wiskunde leuk, want ik vind de docent gewoon heel aardig. Mijn rekenen. Wat vinden jullie van het vak begin? Ja, ik vind het best leuk, want er heb ik best veel te doen. Ja, je kan lekker bewegen en ja, dat hoort erbij. Ja, ik vind wiskunde en rekenen wel leuk, maar ik vind het wel fijn dat ze ook taal doen, want ik heb dyslexie en daar wordt ook vaak aan gedacht. Bij mijn lievelingsvak is denk ik maatschappijleer, want ik vind het best wel leuk om wat te leren over de maatschappij. Iedere vrijdag een nieuwe vlog. Check ons YouTube kanaal. Like en abonneer. Doei!